We staan hier voor het beeld van Beb Verklaver, maar wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is dat wij hier vandaag van GroenLinks bij elkaar zijn gekomen. Omdat de sociale woningbouw, met name de mensen die in de huizen wonen, of tenminste de mensen die het minst draagkrachtig zijn, ja, het is echt koud, die laten ze dus toch in de kou staan. Huizen zijn slecht geïsoleerd. Ja, cv-installaties die niet goed werken of helemaal soms gewoon uitvallen. Dus vandaar dat wij hier staan, want wij zijn van GroenLinks en wij willen graag de mensen niet in de kou laten staan. Nog even een vraagje tussendoor. Daar zitten we natuurlijk vlak voor de verkiezingen. Is dit nou geen politiek stuntje? Nou, dit is geen politiek stuntje, want kijk, ik ben zelf ook iemand en ik zit dus ook in zo'n huis wat slecht geïsoleerd is. Mijn cv-installatie valt geregeld uit. Ik heb een buurvrouw, die is dan ook wat ouder, dan is het nog erger, want ja, ik ben nog wel jong, hè, dan kan je nog wel ergens tegen. En dan nu ook met die heftige kou, dan is het zo dat ze ook nog eens een keer niet de straat op kunnen vanwege de sneeuw die we ook gehad hebben. En als je dan ook nog eens thuis in de kou zit en je hebt al niet veel inkomen om jezelf te bedruipen en dan ook nog eens een keer een hoge rekening. Ja, dat vind ik gewoon echt niet kunnen. En daar moet gewoon echt wat aan gebeuren. Ik ga het even naar je buurvrouw, want het is allemaal wel leuk en aardig, al die verhalen. Maar gebeurt dat alleen maar bij de verkiezingen? Gaan jullie dat ook de komende 4 jaar doen? We gaan dat zeker de komende 4 jaar doen. GroenLinks heeft het plan opgevat. Het is een landelijke actie dit. Om in ieder geval contacten te leggen met de wooncorporaties. Om sowieso 10% van de niet geïsoleerde woningen in de komende 4 jaar geïsoleerd te krijgen. De wooncorporaties moeten gewoon daarin gaan investeren. Want het kan gewoon zo niet langer. Nog even een heel kritisch vraagje. Want ja, de Krooswijker kan Beb Verklaver natuurlijk heel goed. En de Krooswijker heeft Beb Verklaver hier altijd zien trainen. En zomer en winter liep hij altijd in een t-shirtje. Nou, doen jullie hem een sjaal om. Wat vind je daarvan? Nou, hij werkt gewoon even met ons mee. En hij heeft hier een prachtige locatie, zodat iedereen kan zien dat GroenLinks daaraan meedoet. Volgens mij komen ze hem nu halen. Nee hoor, ze gaan de andere kant op. En daar is het inderdaad warm, denk ik. Het is brandweer. Goed, eventjes nog een vraag. Van GroenLinks, en ik neem aan dat je eigenlijk ook verkiesbaar wil stellen. Wie ben je eigenlijk? Ik ben Sonja Super, ik sta op plaats 2 Kralingen-Krooswijk. En wie ben jij? Ik ben Deborah Fenault en ik sta op plaats 4, ook Kralingen-Krooswijk. Oké, nou, ja, ik neem aan dat sommige Krooswijkers denken van nou, hier kan ik wat mee. En dan moeten ze zelf maar een keus maken wat ze willen doen. Dankjewel. Ja.